De nabestaanden van de 15 8 december slachtoffers hebben vanmiddag bloemen en kransen gelegd in het Fort Zeelandia. Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat 15 prominente Surinamers in het Fort Zeelandia zijn vermoord. De portretten van de 15 overledenen zijn vergroot en in een cirkel geplaatst op het voorplein van het fort. Zoals elk jaar is er eerst 1 minuut stilte in acht genomen voor de overledenen, waarna er is gebeden en gezongen. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de Stichting 8 december, werd emotioneel tijdens het opnoemen van de 15 namen. Hij memoreerde dat het 8 december strafproces 10 jaar terug is begonnen. Volgens hem wachten de nabestaanden geduldig af en hebben er alle vertrouwen in dat het recht zal zegevieren. Wij als nabestaanden, het volk van Suriname, wachten al vele jaren op de onafhankelijke rechterlijke uitspraak die schuld of onschuld van de verdachten zal moeten bevestigen. Deze jarenlange looptijd vergt ook heel veel van de auditeur-militair, de rechters van de krijgsraad, de gehele rechterlijke macht. Wij als samenleving ervaren soms het trage tempo van de voortgang, evenals de interpretatie van de rechtsbronnen, met gemengde gevoelens. Echter, hebben wij nooit getwijfeld aan de integriteit van de auditeur-militair, nog aan die van de rechters. Wij hebben altijd het vertrouwen behouden in onze rechterlijke macht als geheel. Umrao Singh zei verder dat het onafhankelijk gerechtelijk apparaat de rechtsstaat in stand heeft gehouden en straffeloosheid buiten de deur is gelaten. Dat ging volgens hem niet eenvoudig, omdat de nabestaanden en de samenleving getuigen zijn geweest van de vele aanvallen op dit instituut vanuit de dadersgroep. Die daarbij niet schroomde om staatsmiddelen, staatsinstituten in te zetten in een poging hun verantwoordelijkheid in de decembermoorden van 1982 te ontlopen. Van het wijzigen van de amnestiewet in 2012, de onterechte inzet van artikel 148 van onze grondwet, tot aan openlijke bedreigingen van de procureur-generaal met ontslag en ander minder bekende subtiele intimidaties zijn vanuit de daders met ondersteuning van onder andere hun fractie in de Nationale Assemblée en ministers ingezet in een poging straffeloosheid te vestigen in onze republiek. Wij zijn getuigen van het langzaam maar zeker uitbannen van ongerechtigheid en straffeloosheid uit onze samenleving. Maar vergist u zich niet, er zullen wederom aanslagen op onze rechtsstaat gepleegd worden. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de Stichting 8 december. Hij sprak vanmiddag tijdens de 8 december herdenkingsceremonie in het Fort Zeelandia. Na de toespraken zijn er bloemen gelegd bij het monument Bastion Vere, de plek waar 15 mannen 35 jaar terug zijn doodgeschoten.